Dit is de Rollarbal, de nieuwste innovatie op vlak van taststokpunten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Blindspot Reviews. Hoi, ik ben Kenny, ik ben volledig blind en probeer het leven van onze doelgroep iets makkelijker te maken door op voorhand al eens dingen te gaan testen. En vandaag zijn dat taststokpunten, hoewel eigenlijk vooral de nieuwe speler, en dat is de rollerbal. Blijf zeker kijken tot het einde, want op het einde van de video heb ik nog een kleine verrassing. Eerst en vooral, nou, iedereen weet, taststokpunten, we hebben ze in alle maten en vormen. De standaard taststokpunt is effectief de punt, 5 centimeter ongeveer, harde plastic, gewoon even smal als de stok. Blijft overal achter steken, alleen handig om mee te tikken, maar geen fan van. Een andere variant dat we hebben is de kleine rolbal, of kleine roldop, zoals ik hem liever noem. Rolt in één richting, dus niet vooruit en achteruit, maar enkel links en rechts. Beter dan de gewone punt, want je kan makkelijker navigeren. Je blijft ook minder rap ergens achter steken, maar toch nog genoeg. Ik heb nu alle beide varianten met een haak, want ik heb een stok waar de punt in komt met een haak. Het nadeel hiervan is, ja, ze slijten ook heel snel, ook harde plastic. En als er vuil tussen kruipt, dan ja, hij rolt niet meer. Jammer. Maar nu dus, de rollerbal is net op de markt. Ontwikkeld door 4 studenten uit Nederland, die er sinds 2021 mee bezig zijn met de ontwikkeling in samenspraak met de doelgroep. Vind ik altijd heel tof dat ze niks op eigen houtje proberen, maar dat ze het echt in samenspraak doen, de ontwikkeling stelselmatig op poten zetten, altijd gaan laten testen en wat kan er beter en... Uiteindelijk zo komen we tot een deftig resultaat. En dat is het ook, denk ik. Wat maakt deze nu anders dan andere toppen? Dat is, hij kan naar links en rechts draaien, zoals de normale roltop. En er zijn 2 halve ronden en die draaien nog eens in de andere richting. Naar voren en naar achter, maar ook onafhankelijk van elkaar kunnen ze draaien. Dus ga ik hem helemaal eventjes kort beschrijven. Hoe dat eruit ziet. Maar gisteren heb ik hem dus voor de eerste keer op mijn stok hangen en dit was het resultaat. Dan wel diep genoeg steken. Nou, er staat de roller erop. En dan gaan we deze testen. Weegt inderdaad weinig. Klinkt wel raar. Rolt goed. En ook op de borduur heeft hij eigenlijk geen problemen om, zelfs op kinderkopjes, heeft hij geen problemen om erover te geraken. Dus dat is zeer goed, zeer goed. Nu, s'avonds ben ik er een grotere test mee gaan doen. Ik ben onder andere op grind gaan wandelen, op een veldweggetje, zelfs op gewoon zand. En hij bleef eigenlijk gewoon rollen. Ook nadien, als ik terug op het voetpad kwam, zonder problemen, hij bleef gewoon rollen. Dus op zich, dat vind ik al een hele grote plus. Want ik ga heel vaak wandelen met mijn hond in het bos. En daar moet ik mijn stok altijd omhoog houden. Want ja, daar ga ik het anders gewoon niet. Nu, als ik hem wil beschrijven, ik ga een afbeelding laten zien ook voor... De blinden en slechtzienden onder ons, dan hebben we bovenaan, waar hij in de stok gaat, natuurlijk de haak om hem te kunnen monteren aan de stokken die voorzien zijn van een haak. Die haak kan je losdraaien, die kan je eruit halen, zodanig dat mensen met een schroefaansluiting de bal ook kunnen gebruiken aan de schroefaansluiting. Iets verder naar onder komen we dan een rubberen ringetje tegen, om het vuil buiten te houden, dan een smaller stukje nog. En dan krijgen we de verdikking richting de bol. En de bol bestaat uit verschillende delen eigenlijk. Als je gaat voelen, heb je
ja, precies een slip erin. Dat is het plaatje dat net zoals de gewone roldop ten opzichte van de stok draait. En dan hebben we twee halve bollen en die kunnen dan onafhankelijk van elkaar tegenover het plaatje in de andere richting draaien. De bal zelf is van nylon en geen hard plastic, wat het slijten al een beetje moet verbeteren. En hij weegt 79 gram. Dat is niet veel. Zeker voor een roldop is dat niet echt veel. En zeker voor dat formaat, want hij heeft een diameter van ongeveer 5 centimeter. Nu, ik ben sowieso wel fan. Na het gebruik gisteren, ik heb hem vandaag ook al eventjes gebruikt, ben ik echt overtuigd en ben ik blij dat ze geluisterd hebben naar de doelgroep en tot deze ontwikkeling zijn gekomen. En nu mijn verrassing, want als je zelf ook graag de roller wil bestellen, dat kan op roller.nl. Als je bij het afrekenen de kortingscode KENNY10 ingeeft, dan krijg je nog 10% korting. Speciaal voor mijn kijkers. Maar ik moet ook wel een kanttekening maken, want de eerste voorraad is bijna op. Dus snel zijn is de boodschap. En anders ga je een beetje geduld moeten hebben, maar dat komt er sowieso aan. En met de kortingscode KENNY10 krijg je dus 10% korting. Vond je dit een leuke video? Laat het mij dan weten in de comments. Of als je vragen hebt, stel ze gerust. Geef een duimpje omhoog. Duw op het belletje als je op de hoogte wil blijven van nieuwe video's. En abonneer als je het nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie graag in een volgende video terug. Dag!